We zijn benaderd door PC Uitvaart om samen na te denken over de renovatieverduurzaming van het gebouw achter ons. Dit doen we samen met de installatieadviseur DPV. En we zijn hierin tot mooie concepten gekomen om uiteindelijk alles wat al aanwezig is in het gebouw zoveel mogelijk te hergebruiken. En aan de andere kant invulling te geven aan de verduurzamingsambities van PC Uitvaart. Dit heeft geresulteerd in een hybride oplossing waar we energie opwekken om aan de ene kant de verlichting te laten branden, het gebouw te verwarmen en te verkoelen. En aan de andere kant zetten we de traditionele installaties die al aanwezig zijn in op het moment dat er onvoldoende capaciteit is. Als we dan specifiek kijken naar de techniek die is toegepast, dan zie je dat we de restwarmte van de crematieoven inzetten om het gebouw te verwarmen. We zetten een warmtepomp neer om te kunnen verwarmen en te koelen. En we renoveren de luchtbehandelingskast in zijn geheel om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk energieverliezen zijn. Daarnaast wordt dit geheel aangestuurd door het gebouwbeheersysteem. Die zorgt er uiteindelijk voor dat de juiste duurzame techniek op het juiste moment wordt ingezet. En aan de andere kant dat we een optimaal binnenklimaat hebben. Naast de aanpassingen die wij vanuit Schouten Techniek mogen doen aan de klimaatinstallatie, hebben we ook een bouwpartner die de elektrotechnische installatie aanpast. Deze partner die zorgt ervoor dat het gebouw wordt voorzien van zonnepanelen, dat de bestaande verlichting wordt vervangen door LED-verlichting in en om het gebouw en dat er laadpalen komen op het parkeerterrein zodat de gasten ook kunnen laden als ze hier op bezoek zijn. Het resultaat is een duurzame installatie die past bij de ambities van PC Uitvaart. En aan de andere kant comfort biedt aan de unieke omgeving waar we nu zijn.